Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we naar de Europese wedstrijden kijken en natuurlijk naar speelronde 12 van de Eredivisie. In de Europese wedstrijden verloor Ajax met 0-3 van Liverpool, PSV won verrassend met 2-0 van Arsenal, Vaduz AZ werd 1-2 en Sturm Graz tegen Feyenoord werd 1-0. Dan waren dit de uitslagen van het gedeelte van de speelronde 12 die al geweest is. Namelijk Heerenveen tegen FC Utrecht werd 1-2. Sparta tegen Fortuna werd 3-1. Go Ahead Eagles, Excelsior werd 3-1. FC Emmen, Groningen werd 0-0. FC Twente, RKC werd 3-0. PSV tegen NEC werd ook 3-0. En AZ won met 2-1 van FC Volendam. Dan gaan we kijken naar de ranglijst. Ajax staat nog steeds bovenaan met een wedstrijd minder gespeeld, 28 punten. PSV staat tweede met 27 punten. AZ staat derde met 26 punten. FC Twente staat vierde met 25 punten. Feyenoord staat met een wedstrijd minder gespeeld, vijfde met 24 punten. Sparta staat zesde met 20 punten. FC Utrecht staat zevende met 18 punten. Heerenveen staat achtste met 17 punten. Dan komt RKC met 14 punten. Go Ahead Eagles en Excelsior hebben 13 punten. Fortuna en FC Groningen hebben 12 punten. Vitesse met een wedstrijd minder gespeeld op 11 punten. NEC op 11 punten. Cambuur volgens mij ook met een wedstrijd minder gespeeld op 8 punten. FC Emmen op de 17e plek met 7 punten. En Volendam onderaan met 6 punten. Dan gaan we kijken naar de voorspellers top 8. Er waren weer meerdere op nummer 8, dus dan doen we het altijd even tot 7. Jurgen staat nog steeds bovenaan en heeft een grens van 100 punten bereikt. Die staat op 105 punten en staat bovenaan. Ikzelf sta samen met Games for the Gamers en Sven op 98 punten op de tweede plek. Lars en Hekkie staan vijfde met 97 punten en Colino staat zevende met 96 punten. De weekwinnaar was volgens mij voor het eerst Sven. Gefeliciteerd. Dan gaan we kijken naar de Europese wedstrijden die we gaan voorspellen. Ajax moet uit naar Rangers. Die moeten ze winnen of in ieder geval een punt halen volgens mij. Zodat ze door mogen naar de Europa League. Volgens mij moeten we heel raar lopen. Want volgens mij moet Rangers echt met heel veel puntenverschil winnen als ze Ajax nog in willen halen. Dus of ze echt in de problemen zijn, weet ik niet. Feyenoord-Lazio is heel belangrijk voor Feyenoord om punten te halen. Om in ieder geval de Conference League te kunnen halen. Want die hebben het een beetje verperst tegen Sturm Graz. AZ moet eigenlijk een punt halen om bovenaan te eindigen in hun pool. Zodat ze de tussenronde ontwijken. En Bodoglimt PSV... kan leuk zijn voor PSV als ze winnen dat ze misschien eerste worden in de pool, maar door zijn ze in ieder geval. Dus die hebben het gewoon al hartstikke goed gedaan. Dan hebben we hier speelronde 13 van de Eredivisie. We beginnen met Cambuur tegen NEC. Vitesse ontvangt Sparta. Fortuna moet thuis tegen FC Emmen. Excelsior ontvangt Heerenveen. FC Utrecht in Galgenwaard tegen FC Groningen. FC Twente ontvangt Go Ahead Eagles. Volendam moet thuis tegen Feyenoord. Ajax, PSV de topper en als laatste hebben we RKC tegen AZ. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je heel graag bij de volgende aflevering van Eredivisie Voorspellen. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos.